Erwin van der Looy, trainer van Heracles Almelo. Even een korte terugblik naar de wedstrijd tegen PSV. Ja, helaas verloren. Maar ik denk wel een wedstrijd waarin we 90 minuten in de wedstrijd zijn gebleven. 1-0 voor, met kansen op meer voor de rust zeker. Die hadden we eigenlijk moeten maken. Na de rust heel ongelukkig op 82. Twee slechte momenten van ons, ook een eigen goal erbij. Maar wel weer de rug gerecht en geprobeerd de 2-2 te maken. Ook daar weer kansen op, niet gelukt. En uiteindelijk in de laatste minuten verlies je 3-1. De stijl die jullie tegen PSV hebben gehanteerd, kwam dat een beetje in de richting van jouw ideaal? Nou ja, dit soort wedstrijden wel. Ik hou wel van agressief spelen, agressief druk. Nou, tegen PSV hebben we dat wel iets lager gedaan, dus niet meteen bij de keeper. Maar wel in ons gebied waar wij de tegenstander onder druk wilden zetten, waren we goed agressief. We hebben PSV weinig laten voetballen op onze helft. Daar zaten we er echt bovenop. En ook daarna, als we hem veroverden, hebben we ook gevoetbald. Dus we hebben kansen gecreëerd uit gewoon opbouw. We hebben kansen gecreëerd uit counters. We hebben kansen gecreëerd uit de lange bal en aansluiten. Dus ja, best wel wat goede dingen gedaan. Tegen PSV heb je gezegd dat je een goed strijdplan had. Ja. Wat is het strijdplan tegen Willem II? Ja, dat heb ik voor PSV ook niet bekendgemaakt. Dus dat ga ik nu natuurlijk ook niet bekendmaken. Maar ik kan wel aannemen dat dit natuurlijk een hele andere wedstrijd is. Een hele andere tegenstander. Tegenstander die heel goed gestart is aan de competitie. 4 punten met een uitwedstrijd tegen Feyenoord zelfs erbij. Dus we zijn wat dat betreft gewaarschuwd. Souf Podgorianu, als ik het goed zeg, van Maccabi Haifa. Ja. Hebben jullie onlangs aangetrokken. Linkerspits, wat zijn je verwachtingen? Nou ja, we waren op de vleugels nog best wel dun bezet. Links hebben we eigenlijk alleen Brian Limbombe. Dus daar wilden we wel wat concurrentie om het daar uit te vechten. We hebben gezocht naar iemand met snelheid, met diepte in zijn spel. Dat we ook echt de tegenstander pijn kunnen doen achter de verdediging. En we hebben ook wel gezocht naar iemand die al wat body had, wat wedstrijden heeft gespeeld op het hoogste niveau. Nou, dat komt bij hem eigenlijk allemaal een beetje samen. Dus we hopen dat hij het gaat doen zoals we verwachten. Als ik het elftal van vorig jaar vergelijk met wat er nu op het veld staat, dan zou je toch kunnen spreken van een soort transformatieproces waarin jij een grote rol hebt. Ja, nou, ik niet alleen hoor. Dus het is ook echt wel beleid van de club om een andere weg in te slaan en om door te selecteren en een ander elftal neer te zetten. Uiteindelijk moeten we ook proberen waarde te creëren op het veld. En dat hebben we gedaan door een aantal spelers te contracteren, vast voor Heracles. En dat is ons niet op elke positie gelukt, dus we hebben ook wat spelers moeten huren. Maar dat is ook niet erg, want die spelers kunnen ook onze eigen jongens beter maken. En kunnen het team beter maken. Dus we moeten en presteren en ontwikkelen. Maar het is wel een hele onrustige zomer geweest, dat is duidelijk. Terug naar de wedstrijd tegen Willem II. De verwachtingen zijn toch hoog gespannen. En men denkt hier in Almelo, oh, Willem II, die rollen we wel even op. Ja, zo gaat dat. Hè. Dus van weinig verwachtingen tegen Sparta en PSV naar veel verwachtingen. Dat is ook voetbal. Moeten wij ook niet te veel mee bezig zijn. Ik snap het wel. Alleen iedereen moet beseffen dat het echt heel anders is tegen Willem II. Tegen Willem II zullen wij het moeten doen. Zullen wij het spel moeten maken. Wij zullen ze kapot moeten spelen. Wij zullen kansen moeten creëren. En Willem II kan wat dat betreft een beetje in de rol kruipen die wij de vorige twee wedstrijden hadden. Maar ik kijk er ook wel naar uit. Ik ben wel heel benieuwd hoe we dat ook gaan doen. Hoe ver zijn we in het voetballende gedeelte? Dus ik begrijp het. Maar wij moeten ons ook niet door laten leiden. Wij moeten ons gewoon zo goed mogelijk voorbereiden op die wedstrijd.